En een hele goede avond bij een tweede extra lange aflevering van Gameplay Fit. Wat ik eerst ga doen is wat eten klaarmaken, want ik sterf van de honger. En die spinnen zitten nog steeds daarboven, alle twee zelfs. Drie! Wat moeten die beesten van me? Ik vind het echt niet kunnen dat die beesten daarboven zo'n beetje rondwandelen. Wat ik in deze aflevering wil gaan doen... ik wil in deze aflevering voornamelijk iets met een bloementuintje gaan doen hiervoor. Daar ergens misschien. Oh, leuk, nog eentje. Ik snap die beesten niet. Wat moeten ze toch van me? Ja, Java. Wat moeten ze toch van me? Ik snap het echt niet. Zijn ze al klaar? Ja, zijn klaar. Lekker. Zo, dat was lekker. Hier ga ik allemaal etenswaar in doen trouwens. Hop, 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 hop. Zo krijg ik ook een etenswaar. Hop, die ook. Hop, en dan suiker. Bloemetjes. Dan hebben we leuk in de ochtend iets meer aan doen. Maar ik zal toch eerst die beesten moeten verslaan. Dus ik ga maar eens even een zwaardje pakken. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon een zwaardje craften. Waarom heb ik het gevoel dat die beesten naar binnen zijn gekomen? Ik heb zelfs daar niet genoeg aan. Dan zal ik het maar zo moeten doen. Een stenen zwaard, die kan ook nog wel verpassen komen. Is hier nog wat in? Hier nog bij, ja. Ik zou. Bam! Dat ging niet helemaal goed. Wat ik dus met die bloemetjes wil gaan doen. Er is iemand die ik ken, die gaat naar... Die gaat op vakantie. En ik dacht, ik ga iets leuks voor haar doen. En mooi bloemtuintje maken voor haar. En dat ga ik doen in deze aflevering. Maar in deze aflevering ga ik natuurlijk nog veel meer doen dan dat. Maar ja, ik... Die heeft een enchanted bow. Het is maar een geheime uitgang of zo. Ben je? Oh, oh, creeper. Nee. Oh, hebben we even geluk. We spawnen wel hier. Oh. Stomme beest ook altijd. Er is er een enorm groot gat in mijn huisje. Ik moet het weer helemaal gaan maken. En ik zit vast. Nee, ik zit vast. Oh, niet meer. Haha. Nu kunnen we het weer helemaal gaan maken. Ik haat creepers. Ik vervloek ze. Oh, kom zo door. Zo. Oh nee, er komt er nog een. Nu heel voorzichtig, jongens. Er zit er daar eentje. Zo, ze kunnen tenminste niet hier komen. Ja. Oh, er zit er zelfs eentje in onze... In onze, ja, kelder. Als ik het tot ons
oude huis kan halen, hebben we misschien nog een kans om dit te overleven. Dan kan ik daar bovenaan gaan staan. Ah, YOLO! Rennen! Maar goed, ook dat huis is nog niet afgebroken dan. Zo. Kom dan, hè. Terroristen. Oeh, meneertje Enderman had ik niet gezien. Maar ja, zolang we niet naar hem kijken, komt alles goed. Oeh, dan kijken we toch bijna naar hem toe. Zullen we dat voor een grap doen? Dan gaat daar toch weg. Hé, hey, meneertje, kijk naar je. Oh, hij heeft me gezien. Oh, daar is hij. Iets zeggen dat hij boos is. Wat is dat voor irritant geluid? Meneertje, die mag je maar je mond houden, je bent al weg. Hij probeert wel eens terug te komen, maar hij kan niet terugkomen vanwege het zonnetje. En ik gevoel dat hij vanavond terugkomt hoor. Hey, zag ik hier nou XP liggen? Flikt het maar zo. Nou, dat lijkt maar zo. Ligt hier geen XP. Ik wel weet dat hier een creeper zit. Oh nee, hij is weg. Mooi zo. Kunnen wij deze troep herbouwen? Wat mankeerde ik toch toen ik dit deed? Daar. Ik dacht, ik kan die creeper wel aan. Maar die creeper dacht van, nope. En toen was het gedaan. Waar is mijn hout heen? Ik had hout. Zeker ergens anders heen gevlogen. Hout. Nou, leuk zeg. Huisje repareren en bloemenveldje aanleggen. Hoe druk deze aflevering. Voor mij is mijn hout gewoon opgeblazen. Samen met de rest. Glas is gelukkig nog intact. Maakt niet uit, dan gaan we even hout hakken. Even bel pakken, zo. Dan hakken we dit boompje om. Zo, boompje omgehakt en even hout maken opnieuw. Dan is het hier weer zo goed als nieuw. Thank you. Graf ook toch niet nodig. Informatie, ik had dus echt totaal geen idee dat dat beest naar binnen zou komen. Echt helemaal geen idee. Ik dacht dat die deur houdt hem wel tegen, maar dat deed hij dus niet. Hey, zo vind ik het wel veel mooier, dat er zo'n grote opening zit. Ja, zo is goed. En zoals vroeger, om het zo oud even te zeggen. Veel meerdere ovens.
moment hoor, even kijken. Wat is hierin? Die. Oh, bloempjes. Nog bloempje. Die. Spider is eigenlijk ook voedsel. Hier kan ik boommeel van maken. Zo, hoppa. Nou, dan gaan we nu eens even lekker werken. Een bloemenveldje. Die deur komt dadelijk wel. Waar gaan we die maken? Ik zeg hier. Hier is wel een mooi plekje. Dan wil ik die erin gebruiken. Dan wil ik die erin gebruiken. En die ook wel. Natuurlijk niet te veel rood doen. Oh, nee. Niet daar. Jij daar. En dan die leuke dingetjes hier zo. Nee, alleen in het midden. Zo. Tja. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Die hier zo. Dat ziet er beter uit. Ja, dat ziet er veel beter uit. Zo. Zo. En dan zeggen we, speciaal voor jou, screenshot. Bam. Zo, daar die screenshot is even naar haar opsturen. Vindt ze vast wel leuk. Zo. Wacht, ik zal vast tegen haar op WhatsApp. Ik heb een bloemenperkje voor je gemaakt. Ik ga maar geen namen noemen. Want niemand vindt het leuk om op YouTube genoemd te worden zonder dat ze het willen natuurlijk. Zo. Een deur. Hop. En dan pakken we de planken. Hop. Hop. Hoppa, een deur. Oké, nou. Ons huisje is hersteld. Nee, ik kan nog wel een betere trap hebben, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik wil namelijk een trappekeur. Oh, dat was niet de bedoeling. Hop. Zo. Hoppa. Een trappeke. Lijkt me wel zo makkelijk, hè. Zo. En een trapje om ons tuintje in te komen. Kijk, als je zo'n trappetje in kunt, bij zo'n tuintje. Zo'n mooi bloemenperkje, toch? Vlak naast de kolen. Oké, wat we nu gaan doen. Ik heb geen flauw idee. Ik heb meer ijzer nodig. Dus we gaan meer ijzer halen nadat we hebben gegeten. Hoe vaak heb ik die deur nu open gedaan voor geen enkele reden? Oh wacht, ik heb dozen nodig. Van die dozen. Ik moet nu nog even doen. 1, 2, 3, 4. Dan heb ik net genoeg nog. Zo, heb ik er 2. Hoppa! Ja, ik dacht even niet, hè. Wat gooi ik er nou eigenlijk uit als het toch steeds terugkomt? Ja, die heb ik nodig, hè.
die nog hier neerzetten. Moment hoor, ze vraagt waar. Op YouTube. Of is het geen YouTube? Even dit ding weer kapot maken natuurlijk. Er zit maar de helft in. Nee, die dingen wil ik allemaal niet. Ja, die zoek ik. Hoppa. Nou, het leest net als het leuk vindt. Dus dat is een goed teken, toch? We hebben het niet voor niks gedaan. Kijk, wat we hier dan in gaan doen. Het zijn gesteenten. En andere vervelende dingen die we niet kunnen gebruiken. Hoppa. Hop, 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 hop. Die ook, die, die. Glas, nee, dat is bouwmateriaal. Ja, kunnen we goed voor doen. Zo. Nou, die steensters nu. Zo. Oh, nog meer bouwmateriaal. Ja, zo. Hier gaan we onze wapens en gereedschappen in doen. Zo. Nou. Hier gaan we onze. Hier gaan we onze belangrijke dingen in doen. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Zo. Hier gaan we planten in doen en saplings. Zo. En hier onbenodigde dingen. Nou, de torch heb ik wel nodig, eerlijk gezegd. Zo. Wat moet ik nog pakken? Ik heb een pickaxe. Daar. En dan gaan we maar verder. Hop. Even lichtje maken hier hoor. Zo. Is er ook weer genoeg licht? Nee hoor. Zou ik nu wel ook moeten slapen? Dan gaan we even slapen, hè? Even een slaapje doen. Oké dan. Op naar de mijn. Die helemaal aan de andere kant is. Zucht, zucht. Oh wacht, we kunnen mijnen. Oogsten, wou ik zeggen. Oogsten. Hoppa. En nu vergeet helemaal dat we nog moeten eten. Hop. 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 Mooi rooi steintje. Even kijken. Ik heb wel zin in een lekkere steak. Zo. Horen jullie die vervelende beesten ook weer? Wacht. Wat ik wel kan doen. Even naar beneden gaan. Die oor pakken. En hem overgooien. Dat kan ik wel doen. Natuurlijk zijn er geen enkele natuurlijk kool. Zucht, zucht, zucht. Desnieuw wordt gestrooid. Als je dat al niet was. Deze. Zo. Hoppa. Smelt jij. En dan gaan we maar. Op pad. Op pad, op pad, op pad. Ik ben ook van plan het helemaal te gaan vullen met dirt uiteindelijk. Zodat het wel een beetje mooi egaal is. Dat dan zeg maar een hellinkje is, een kleintje. Ga ik eens een keer doen. Ga ik wel een keer doen als jullie niet kijken ofzo. Want ik ga jullie daar niet mee vervelen natuurlijk.
Misschien ook eens even die brug afmaken dan, want die brug die kan ook wel eens een keer af. Zo, en dan zijn we weer terug hier op onze vredige, rustige plek. Dan gaan we maar eens hierheen. Ik vind het maar een eng geluidje zeg. Telkens als ik aan het mijnen ben hoor ik zo'n raar geluid. Ik vind het maar een eng geluidje. Vooral omdat ik weet dat ik hier dicht bij een grot zit ergens. Als ik nou TNT kon maken. Wacht, dat kan ik ook. Dat kan ik ook, want ik heb redstone van die heks gekregen. Ik ga trouwens ook eens een keertje op zoek naar die heksert. Het is wel de tweede heks die ik tegenkom. Dat betekent gewoon dat er een heksertje in de buurt zit. I am 100% sure dat er een heksertje in de buurt zit. Misschien de grond verstopt of zo. Een fout toen hij aan het genereren was. Maar zo'n heksertje zit altijd in een moeras. En ik ben er nog geen moeras tegengekomen. Of wel juist. Kan dat zijn dat ene ding is dat ik toen daar zag. Zal ik wel even een keer kijken, maar... Nu ga ik even... TNT maken. Daar is mijn redstone. Waar zit eigenlijk goudstof? En een glowstone dust. Daar kan ik glowstone in maken. Handig. Ga even het zand pakken van buiten. Dan pak ik een bot om dat op te graven. Kijk, daar is nog genoeg overtollig zand. Dan pakken we dat zand maar. Acht nodig. Acht zand. Hoppa. Hop. 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 Hoppa. Zo, dan gaan we eens even craften. 1 redstone. En hop, 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 hop. 2 redstone toch? Hè? Ik zou toch zweren dat dat zand moest zijn? Moment hoor, ga ik het even opzoeken. Dan ga ik het even opzoeken. Want ik kan zweren dat het zand was, jongen. Daar, Minecraft TNT. Oh nee, dan heb ik gunpowder nodig. Dat is een fout van mij. Dan heb ik gunpowder nodig. Heb ik wel in een vorig spel gehad, maar ja. Gunpowder krijgen we alleen als creepers vermoorden. Weet je wat jongens, ik ga lekker op zoek naar het heksheurtje. Wat ga ik doen? Gaan we weer terug hierheen. Ook verkeerde. Weer verkeerde. Weer verkeerde. Ja. Hoppa. Ja, nee, ik ga wel door met mijnen, want ik heb wel echt ijzer nodig. Veel ijzer. Veel ijzer. Dus dan ren ik maar even. Hop. Ik kan ook een kortere weg nemen. Zal ik dat doen? Zal ik een kortere weg nemen? Ja? Hoi. Hoppa. Een kortere weg. Hahaha. Ha, ha. Ben ik toch grappig. Mijn jeus. En dan gaan we weer verder.
Horen jullie hem? Horen jullie hem? Zit hier vlakbij. Komen steeds dichterbij. Kijk. Daar zocht ik naar. Waar zijn we precies? Holy shit. Wow. Het schrok me kapot, joh. Maar als dit zo is, dan zou ik van bovenaf daglicht moeten krijgen. Even kijken. Dan van boven. Als ik dan... Ja, dat is dan echt hieronder. Dat wist ik niet eens. Een immense grot onder mijn eigen kingdom. Nou ja. Het gebied. Hey jongens, ik ga die in een... Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Volgens mij best wel lang. Ik ga die onderzoeken in een volgende episode. Die ga ik ook vandaag online brengen. Want ik vind het gewoon erg leuk om dit te spelen. Maar ik moet toch heel even online gaan, offline gaan op dit moment. Ik zou zeggen, gooi een like op deze video. Deel hem met al je vrienden. En dan zie ik jullie de volgende aflevering hier bij GameplayVids. Mazzel!